avonturen van Bina Jones van afgelopen tijd, kort samengevat in één gedicht. Nu eerst de inleiding tot het gedicht. Zie voor de inleiding van het gedicht ook omschrijving clip. Ik ontdekte in mij, dit is dus de inleiding. Ik ontdekte in mei 2017 dat ik op hulpbehoevende mensen neerkeek. Hulpbehoevende dus, tussen aanhalingstekens. Voor mij waren dat de zogeheten aandachttrekkers. Aandachttrekkers ook tussen aanhalingstekens dus. Wat ik niet doorhad was dat ik zelf hierin zelf mijn grenzen aan moest geven. Als ik een hulpbehoevend iemand zag, gaf ik gelijk aandacht. Ik ging hierin heel ver en werd zelf dus leeggezogen qua energie. En zo kreeg ik langzamerhand een hekel aan hulpbehoevenden. Hierdoor ging ik ook denken, gelukkig ben ik niet zo. Ik ben beter. Ik was niet beter, nog voor geen meter. Gelukkig heb ik dit ingezien en heb mijn verjaardag in 2017 gezellig met de bewoners van de BW die naast mij wonen, begeleid wonen, BW gevierd in de tuin. Als ik mijn grenzen aangeef, hoef ik deze mensen niet te zien als hulpbehoevende. Dan zijn het gewoon mensen waar ik niet te lang bij moet vertoeven. Jippie, weer wat geleerd. Nu komt het gedicht. Jeetje, ik schaam mij zeer. Ik keek op mensen neer. Maar nu zijn het mijn beste vrienden, die ik geluk kan gunnen, omdat ze het ook verdienen. Wil iemand aandacht? Oké, krijg je, maar wel zoveel als ligt in mijn macht. En dan ga ik weer weg. En is het over dat ik het woord aandacht zeg. Want we hebben ook een gezellig samen zijn, niet waar? De woorden aandacht geven klinken dan zo raar. Zie omschrijving, clip. En vandaar ook mijn humor van de vorige clip, dat ik bijvoorbeeld moest relativeren vroeger, nu soms ook nog wel, door liedjes te maken als, nou ja, de tekst is een beetje gejat van een ander liedje, maar de manier waarop ik het uitspreek is echt van mezelf op een andere deun. En dat was dus het vorige clipje. En dat was deze. Doe normaal, doe normaal. Dat doe ik dus niet om mensen te kwetsen. Maar daar hield ik sowieso niet van en nog niet. Ook al keek ik op de mensen neer, kwetsen doe je niet. En niet bewust, althans ik niet. Dus, maar het was gewoon om puur voor mij om te relativeren. Zulk soort humor. Dus niet om te kwetsen. Ik wil de mensen niet in de maling nemen. Ik word wel eens in de maling genomen en ik heb zelfspot. Maar dat gaat over mij. Ik kan niet zelfspot over de ander uitroepen. Dat vind ik niet. Dus geen gekwets, geen gezwets, geen gekwets. En geen geklets, relativeren met die hap, dat is nog eens wat. Hehe.